In een speciale serie van Camp2Go trekken mensen erop uit voor een vakantie naar Denemarken. En maken daar kennis met het campingleven. Chocolate, ja, en peper ook. Wat goed voor jou! Ze worden verrast met een prachtig kampeermiddel waarmee ze op pad gaan. Welkom bij Camp2Go. En we zijn nog steeds in Denemarken. En zoals je vorige week hebt kunnen zien, heeft dit ook voor Nederlanders veel te bieden. Met onder andere prachtige campings. En met de auto ben je er zo. De volgende familie weet dat al, want die heb ik in Nederland verrast met een prachtig kampeermiddel. En die staan inmiddels op de camping voor een heerlijk weekje vakantie. Vorige week zagen we Louis, Jennifer en Marissa met een Sunlight camper aankomen op camping Hobro City. Ze gingen paardrijden in de omgeving. We lopen nu door het Hesselholz en het is ontzettend mooie natuur hier. Ik heb niet echt mega veel ervaring, maar ik zit echt volop techniek hier. Vandaag zijn ze met de camper naar het strand gereden. Louis vindt het heerlijk, die Deense zeewind tegen zijn bolletje. Jennifer denkt er anders over en komt de deur niet uit. We staan met de camper op het strand. Zit het mooi uitzicht, zo deze even. Zo, een hele woeste zee. Als ze terug zijn op Hobro City, zoek ik ze op. Goedemorgen. Goedemorgen Sander. Kijk dan, jongens, dit is al een foto waard, hè, met dit uitzicht. Heerlijk, hè? Jongens, ja, en ik kom nog perfect op de juiste tijd. Ja, eigenlijk wel. Hé, hoe gaat het? Of hoe is het? Ja, super. Ja. Ik ben helemaal ontspannen, heerlijk. Nooit bij naar huis, dat gevoel. Ja, zoiets. Ja, zeker. Dat is de camper echt wel hoofdprijs. Want ik wil, je kan overal gaan en staan waar je wil. En als je ter plek bent, dan ben je ook gelijk klaar. Stekker erin, koffie zetten en je staat. Wat vinden jullie van Denemarken? Al die rust. En het lijkt wel alsof ze de Denen zijn vergeten erin te plaatsen. Maar je ziet niemand overdag. Maar de heerlijke natuur, ongerept. Dat zagen we ook met de paardrijden. Ja. Ja, het is gewoon echt rust. Ja. Ja. Fijn om te horen dat het zo geslaagd is. Zeker, zeker. Super. Hey, jongens, geniet nog even. Ja, doen we. Ja. Dank super, wel. Bedankt. En goede reis terug, hè. Ja, dank je wel. Oké, doei. Dit zijn Evelien en Dick. Ze wonen hartstikke knus op een woonboot. Maar roeien doet Dick toch liever op het droge. Evelien is dagen zoet met puzzelen. En Dick staat zich liever suf op de cryptokoersen. En samen? Samen doen ze yoga. Namaste. Namaste. Goeiedag. Oh, kijk nou eens, wat een pittoresk, gezellig, heerlijk stukje om te wonen, zeg je. Elke dag genieten hier zo. Nou, Dick, jij hebt altijd gekampeerd, hè? Ja, ik kampeer vanaf mijn 11e ongeveer. Ja. Tent achter op het fietsje en dan trappen van naden naar huizen. Evelien, toen jij Dick tegenkwam, was je toen ook al van het kamperen? Ik ben hier in 2005 komen wonen. En de eerste vakantie die wij hadden, was de kano, die heb je daar gezien. Ja. In de Gooise Vaart plompen. Tentje erin, alles erin en we zijn gaan varen. En dat was jullie eerste vakantie? Dat was mijn eerste vakantie met een tent en een kano. Nou. Oké, in het programma lenen natuurlijk verschillende kampeermiddelen uit. Waar hopen jullie op? We hopen op een camper. En waarom? We hebben eerder een camper gehuurd in 2019. Het was een hele primitieve camper. Dick zat op de wc en dan kwamen zijn voeten uit de deur. Zo klein was dat. En dat heeft ons echt een gevoel van vrijheid gegeven. Dat je niet gebonden bent aan een bepaalde plek. Niet op een camping hoeft te blijven staan. En ja, qua leeftijd zijn we wel aan een camper toe eigenlijk. Nou, het is de hoogste tijd om jullie te laten zien waar jullie mee op vakantie mogen. Bij Eurotrek in Coevoorde vind je de Knaus Boxlife 600 ME. Het is een veelzijdige buscamper voor twee personen. Hij is 6 meter lang en voorzien van een groot bed in de lengterichting dat bovendien traploos in hoogte verstelbaar is. Het bed is bijna 2 meter lang en 1,73 breed. Echt uitzonderlijk voor een buscamper. De Boxlife 600 ME heeft een compacte keuken met een tweepits gasstel en een ingebouwde spoelbak.
De makkelijk bereikbare koelkast heeft een inhoud van 70 liter. In het woongedeelte kun je met 4 personen zitten. 2 op de draaibare cabinestoelen en 2 op de zitbank. En als je met 4 personen in de buscamper wil slapen, dan kun je als extra een hefdak bestellen. Doordat de Boxlife standaard is uitgerust met een Truma dieselkachel, is een grote gaskast ook niet nodig. Nou, daar hadden we op gehoopt. Nou, dat komt helemaal goed uit, want jullie mogen met deze camper naar Denemarken. Naar Denemarken? Jee! Wat goed! Ja. Dat is helemaal geweldig. Ik ben even stil. Ja. De Enduro EM505FL is een rangeersysteem waarmee je een caravan op ieder gewenste plek kunt zetten. Door het gebruik van de afstandsbediening zorg je dat de aandrijfrollen tegen de caravanband worden geplaatst. Ja, en dan is het verder nog op de juiste knoppen drukken. En door het soft start-stop systeem wordt de caravan zonder schokken op zijn plek gezet. Nou, rij je maar. Blijft leuk, hè? Ja, en door de krachtige motoren kun je een caravan tot 2000 kilo verplaatsen. Ja, en een stoeprandje is echt peanuts. Oké, we gaan naar links. Je kunt het systeem ook uitbreiden met AutoSteady. Dan hoef je niet meer handmatig die pootjes eruit te halen. Nee, het gebeurt automatisch. En tenslotte hebben we dan nog deze Finding Level knop die ervoor zorgt dat de hele caravan binnen 2 minuten perfect waterpas staat. Zonder krachtinspanning. Dan weet je in ieder geval dat je niet scheef in je bed ligt. Dit zijn Wesley en Nathalie Grapen en hun zoontjes Jens, Stijn en Hummelwoud. Het is een drukke bedoeling met 3 kleine kinderen. Wesley zorgt voor de flesjes, Stijn voor de auto's. En als ze s'avonds niet moe genoeg zijn, is het gewoon 10 keer het klimrek op en neer met z'n allen. En dan naar bed. Papa Jens! Nathalie's grote hobby is fotografie. En ze fotografeert zich het apenzuur op haar spelende kroost. Aan kamperen hebben ze niet alleen maar goede herinneringen. Als het over kamperen gaat, dan is jullie laatste vakantie niet zo goed verlopen, hè? Nee, vorig jaar waren we in Friesland aan het kamperen. En op de laatste avond scheurde onze tent kapot. Op de laatste avond? Op de laatste avond, ja. Dus ik had gelukkig wel alle kleine spullen al in de auto geladen. Ja. Maar ja, we moesten snel natuurlijk de meubels, zeg maar. En wel een hele grote tent, dus die moesten we ook nog snel afbreken en inladen. En nu dan? Wordt het dan nu een nieuwe tent aanschaffen of een ander kampeermiddel? Nee, we zitten nog heel erg in dubio of we nog een tent willen aanschaffen. Want we vonden het wel echt superleuk en de jongens ook. Maar we zien anderen ook met een vouwwagen gaan. En dat, ja, dat zit ook wel te kriebelen. En daar zijn we wel heel benieuwd naar van hoe dat is. Ja. Nou, dan is dit het moment dat ik jullie laat zien waarmee jullie op vakantie mogen. Zijn jullie klaar voor? Spannend. Ja, daar komt hij. 1, 2. Hoppakee. De Isabella Camblet North is een ruime aerodynamische vouwwagen met een extreem laag gewicht van 250 kilo, waardoor hij zelfs door de kleinste auto's kan worden getrokken. Door de standaard schokdempers ligt de vouwwagen goed op de weg en je merkt niet eens dat er iets achter de auto hangt. De Camblet North heeft voldoende plek voor 2 tot 6 personen. Het tentdoek heeft de bekende Isabella-kwaliteit en de vouwwagen is voorzien van 2 slaapcabines met comfortabele koudschuimmatrassen, een handig compartiment met slimme opbergmogelijkheden en ventilatieopeningen voor een prettig binnenklimaat. Met een speciale Imperial kunnen de fietsen zelfs mee op vakantie. Een licht gewicht achter de auto en een zwaar gewicht als het gaat om vakantiemogelijkheden. Nou, wat vinden jullie ervan? Ja, superleuk. Ik ben heel benieuwd. Hij ziet er toch een stukje uit dan de tent, dus... Ja, is dit een beetje waar jullie blij mee zijn? Ja, daar zijn we heel blij mee. Hey, Dick en Evelien. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het plan? Wat gaan we doen? We gaan naar Denemarken. Mooi zo. Goede reis. We zien jullie zo terug. Welkom terug bij Camp2Go. Dick en Evelien rijden door Noord-Denemarken door de regio Jutland en komen aan op Majeje Camping en Huta. Een rustige, kindvriendelijke camping op slechts 2 minuten lopen van Majeje. Een karakteristiek stadje met een haven dat bruist van het leven in de zomer. Het ligt bovendien pal aan Majeje Fjord,
Je kunt hier bijna voetje baden vanuit je tent. De camping is daarom ideaal voor zowel gezinnen als stellen die willen genieten van rust en ruimte in een omgeving tussen stad en natuur. Populaire buitenactiviteiten zijn wandelen en vissen. Je kunt deze camping vinden op de campingzoekmachine van de ANWB. Veel campings richten zich op duurzaamheid. Want dit uitzicht, daar wil je toch zo lang mogelijk van kunnen genieten. Alleen, hoe weet je dat een camping duurzaam bezig is? Daarvoor heeft Camping Outdoor Denmark het zogenaamde Green State Duurzaamheidscertificaat ontwikkeld. Een certificering voor Deense campings op basis van werelddoelen van de VN, waar deze campings dus aan kunnen bijdragen. Een camping met zo'n certificering draagt bij aan werelddoelen als schoon water, schone en betaalbare energie, verantwoorde productie en consumptie, klimaatbehoud en duurzaam leven op land. En deze camping in Maayeye heeft zo'n certificaat. Ja, en ik vind het een mooi initiatief. Nou, mooi plekje, mooi uitzicht zo. Een schitterende plek. Ik denk 3 jaar geleden, 4 jaar geleden, ja. Een hele oude camper een keertje gehuurd. Maar dat is wel een verschil met de camper met die we nu hebben. Nou, je wasrekje. Oh, je wasrekje. Kan je ergens neerzetten? Denemarken, daar zijn we nog nooit geweest. Ik had het idee, het is helemaal plat. Bijna maar net zo. Het is mooi glooien. Ja, het is heel glooiend. Veel bos. Ja, en graanvelden. Twee reeën al gezien onderweg. Ja. Kijk, wat leuk. De eerste keer dat we de tafel op gaan zetten, dus. We zijn benieuwd. We zijn heel hartelijk welkom geheten. Net. Ja, we hebben net op een deze paar camping. Buren. Ja, hoe heet het? Zo'n stoeltje waar we moesten zitten. Dat... Nou, campingstoeltje met een paraplu erover. En dat die mensen sjouwen dat al jaren mee. Op die manier ontmoeten ze ja, andere mensen. Dus dat was wel een hele aparte ervaring. Ja, we hebben meteen een glas wijn. Ja, niet zo kleintje, zoals een Nederlandse, maar echt een Deense... Deense bel. Een Deense bel, ja. Ja, echt gezellig. Nou, nog een keertje proosten. Ja, proost. De familie Graper is in Zuid-Jutland, oftewel Sunnerjeland, zoals de Denen het noemen. Vlakbij Flensborg-fjord vinden ze camping Frigo. Frigo is een kindvriendelijke camping met speeltuintjes, klimtoestellen, voetbal en sportvelden. In Denemarken zijn de campingkeukens trouwens van alle benodigdheden voorzien. Oven, magnetron, vaatwasser en gezellige zitjes met overdekte barbecue-ruimtes. Frigo Camping is een ideale uitvalsbasis voor actieve en culturele dagtochtjes in de regio. De westkust is niet meer dan een uurtje rijden. Het waddeneiland Reumö en de nieuwe uitzichttoren Marsk Tower zijn een bezoekje waard. Je kunt deze camping vinden op de campingzoekmachine van de actie. Go! Let's walk! Het rijden met een vouwwagen, dat merk je eigenlijk niet. Een beetje hetzelfde als een aanhanger. Ja, spierballen, kom op! Hij staat heel snel. Het is 3 keer klappen en je hebt een tent staan. Ja, het ging eigenlijk hartstikke makkelijk. Leuk. Dat is cool. We kunnen daar slapen, slapen. We hebben het een heel klein beetje voorbereid, niet te veel, want we wouden graag verrast worden. Maar we hebben inderdaad wel vernomen dat er een zwembad is, dicht bij het strandje. En een speeltuin voor de deur, dus dat is echt top. Kunnen we gaan zwemmen deze week? Dat is een goed idee. Ga je dan met de bandjes? Nee, zonder. En met een snorkel? Ja. Tiek en Evelien zitten er inmiddels prinsheerlijk bij. En zo starten wij dan. Luifel uitgedraaid. En dit is dan ons uitzicht. Mooie wolkenpartij, maar ook veel blauwe luchten. En dus. Warm. Met al het water om hen heen blijkt er voor deze vervente kanoers een prachtige verrassing in het riet te liggen. Dat is goed. 1, wordt dat 2. Oh, er zijn nog meer kano's aan de overkant. Ja, dan kan je ook kano's huren. Je bent mijn rots in de branding als wij gaan varen, in ieder geval ook. Want ik kan niet sturen. Dus de taakverdeling is duidelijk. Ja, Dick is een stuurman en ik ben de domme kracht die zorgt nou, voor... Dom. Nou ja, in ieder geval de kracht voor die vooruit komt. Moet je peddel iets minder hoog
uit het water halen. Omdat zij de peddel zo hoog uit het water haalt, spettert het water precies in mijn gezicht. Ja, dus, ja. Maar dat zijn kleine dingetjes die moet je leren. Mirabella's, lekker. Het zijn een soort van rode kersen, lekker. Maar het uitzicht is ook fantastisch. Ja, ja. Dit is wel wat anders dan de Loosdrechtse plassen. Ja, nou kijken of we een beetje netjes uit kunnen stappen. Oh. Because it's easy. Oké. Okay. En dan gaan we bijna om. We hebben het gedaan. Na zich opgewarmd te hebben in de speeltuin, zijn de Grapenboys wel in voor een bezoekje aan het Natuurhistorisch Museum in de buurt. Taaie kost? Wel nee. Gewoon hartstikke interessant. Zo, kijk nou. Kijk. Weet je wat dat is, Jens? Denk een walvis. Ja, leef het wel op, hè? Onze botten zijn zo groot. Maar een walvis, die zijn zo. Zie je dat? Ja, deze botten zo. Wat is dat, Jens? Wat is dat? Van een mens. Van een mens. Wat zie je? Deze? Ja. Ja, mooi is die, hè? Ja, zo. Ja, de jongens zijn helemaal gefascineerd van die doos. De laarzen aan? Ja. Zitten ze goed? Ja. Zijn we er klaar voor? Ja! Mooi, want er liggen buiten fossielen op jullie te wachten, jongens. Nou, beloof wat. Moeten we daarheen? Ja. Hout. Oh, ja, cool. Doe me in je bak. Een kleine schelp, hè, van een slak. Kijk. Een dino-tand. Ja, het waren allemaal hele kleine dingetjes wat we gevonden hebben, maar het was echt superleuk. Leuk. Terug op de camping vinden de jongens het tijd om even lekker wat te snacken. Popcorn. Popcorns. Popt hij al? Ja. Ja hoor, daar komen ze. Pop, 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 pop. Is het lekker, de popcorn? Hoe lekker? Oh, lekker. Tulle kennen we natuurlijk van de fietsendragers. Voor op de trekhaak van de auto, voor op de dissel van de caravan en voor achter op de camper. Of zelfs in de campergarage. Zo kunnen je fietsen of e-bikes altijd mee op vakantie. Maar ook voor caravan- en camperluifels kun je prima bij dit Zweedse merk terecht. Handig in- en uitdraaien en klaar ben je in nog geen minuut. En dan kun je meteen lekker in de schaduw dat spannende boek uitlezen. Sinds een paar jaar hebben ze ook avontuurlijke daktenten in het assortiment. Zoals deze Tepui. En die is extra smal, zodat er op het dak van je auto ook nog een fiets of een kano naast past. En als je de bodemplaat uitklapt, kun je er prima met z'n tweetjes in slapen. We verlaten Denemarken even en kijken mee met kampeerders die voor de actietesttour een stuk zuidelijker in Europa verblijven. Bert en Veronique zijn in Zwitserland. Vandaag gaan ze op pad voor een wijntour. Nu gaan we richting wijndomein Spies. En dan heb ik ook vernomen dat we ook nog wat wijn gaan proeven. We gaan nu de kelder in. Dan gaan we kijken waar ze de wijn maken. Je ruikt hier ook de verdamping van de alcohol. En kijk, de vaten zijn ongelooflijk prachtig bewerkt. We hebben het geluk dat we hier vandaag een wijntje mogen proeven dat speciaal gemaakt wordt hier in de streek. En die heeft een gouden prijs gewonnen hier in Zwitserland op een wijnbeurs. Geniet ervan, jongens. We gaan weer terug naar Denemarken. Dick en Evelien bezoeken vandaag het plaatsje Maaije. We zijn in het centrum van Maaije. Het is heerlijk rustig, het is ook maandag. Gelukkig zijn de winkels wel open. Want het is een kleurrijk en rustig en mooi stuk. We hebben echt een Deens huisje. Helemaal gestuukt. Eerst gemetseld, toen gestuukt. En hier heb je een hele karakteristieke deur. Helemaal hout, mooi bewerkt. In Holland zijn die felle kleuren allemaal verboden. Maar hier geeft het toch wel sfeer aan zo'n stad. Eenmaal terug op de camping kom ik kijken hoe ze het hebben gehad. Maar wat een heerlijk plekje. Ja, ja, ja. Prachtig aan dit water, ja, zeg. Ja, ja. Dit is echt een heel mooi uitzicht. Zo. Het is hier mooi in Denemarken, dat viel me heel mee.
een mix van Drenthe en Limburg. Weet je, dat heuvelachtige van Limburg. Je was hier nog nooit geweest ook? Ik ben er nooit geweest, nee. Kamperen in een camper is toch wat anders dan een tentje. Hè? In hoeverre hebben jullie dat ervaren? Het grotere voordeel vind ik dat je aankomt rijden. Alles de auto zet je neer. Ja. Je kan binnenom kan je naar je keuken toe. Dus als het heel hard regent, je hoeft niet naar buiten toe. Je gaat op naar je keukentje, je zet een bakje koffie. Ja. Je draait je stoeltje erom en je hebt een schitterend uitzicht. En je bent klaar, feitelijk. Ja. Nou, al met al zijn jullie wel een goed voorbeeld voor de echte camperaars. Ja. Ja. Want dat is gewoon een andere manier van kamperen. Ja. Ja. Nou ja, we hebben vroeger veel gekampeerd. Ja. En dat ging altijd schitterend. Ja. Met veel plezier. Ja. Ja. Maar op een gegeven moment, net wat je zegt, uit een tentje kruipen. Ja, je wordt ook wat ouder. Ja. Maar dat mag ook wel. Een beetje luxe en een beetje comfort. We zijn begonnen met zo'n koepeltentje. En toen trokken we ook al vrij veel. Ja. Dus we elke keer ook de tent opvouwen weer. Ja. In een paar dorpen. Oh, maar dan zou een camper natuurlijk perfect zijn. Dat is ideaal. Ja. En daarom willen we morgen vertrekken. En dan gewoon... In etappes weer terug. Ja. Ja. En dan, we weten niet waar we terechtkomen, maar we hebben een app. We kijken op de kaart van daar is het leuk. Kijken wat voor camperplek daar is. Het hoeft geen camping te zijn. Een camperplaats is prima. Ja. Dus voorlopig zien we deze wagen nog niet terug? Nee, als het aan ons ligt niet. Oké. Nou, dan zeg ik heel veel plezier. Ja, dank je wel. In ieder geval heel leuk om jullie even te spreken en blij dat jullie zo enthousiast zijn. Ja. Oké. Nou, geniet nog even. Ja, we zeker doen nog een paar dagen. Ja. Oké. Ja. Nou, doeg! Dag! Dick en Evelien zijn in de zevende hemel met de camper. Goede reis! Familie Grapen blijft nog even op Frigo en zien we volgende week terug. Wil jij ook graag met een prachtig kampeermiddel op pad in Camp2Go? Geef je dan op camp2go.nl/tv.